Sportliefhebbers, een goede middag vanuit Overijse. Overijse in Brabant, samen met buurgemeente Hoeilaart, zowat het centrum van de druiventeelt in ons land. Maar Overijse is zeker zo bekend door zijn jaarlijkse cyclocross. Niet alle organisatoren zullen ermee akkoord gaan, maar Overijse geldt algemeen als het meest prestigieuze circuit. Het is een modelomloop. Hier is veldritgeschiedenis geschreven. En dan gaan ze nu meteen klimmen. En dit is een moordende start, want ze gaan hier meteen de Tenotsberg op. En dat is geen kattenpis, dat is zo'n 300 meter steil klimmen, 10%. En nu is de afdaling van de weide, van de Tenots hoogvlakte. Gevaarlijke, spectaculaire afdaling is dit. Ik geloof dat Erwin Verwekken de laatste tijd echt naar een supervorm groeit. Die jongen staat nu verschillende wedstrijden. Oh, valpartij, Richard Groenendaal. Die jongen staat nu verschillende keren al, neemt het initiatief eigenlijk. Kijk, en hier zien we Bart Welles vooraan in beeld tegen de grond gaan. We zijn terug in de wedstrijd aan het voetbalveld met Tom van Oppen. Ja, lichte voorsprong. Hier is Wim de Vos, Volkaerts en dan komt Groenendaal. Kijken hoe hij nu deze bocht neemt. Normaal mag dat geen probleem zijn. Ik denk dat ze zowat een 15, 16 seconden achter liggen op Tom van Oppen die aan de leiding rijdt. Die is Van Nys. Ja, Van Nys. Ah, kijk, ja, dat is hetgeen waar we daarnet over zegden. Van, hij heeft voet aan de grond moeten zetten. Hij heeft zeker voet aan de grond moeten zetten. Hij heeft schrik van zijn knieën. Ja, ja. We zijn nog maar met twee, zegt Van Oppen. Maar kijk eens achter u, Erwin. Groen. Kijk achter je en zie wie er komt. Groenendaal. Dat ziet er niet goed uit natuurlijk, want dat is geen meeloper, die Richard Groenendaal. Nee. Heeft even een tikje van de hamer gekregen door die valpartij in de eerste ronde, maar... Einde van de derde ronde, nog zes ronden te gaan. Groenendaal, derde positie, dan krijgen we hier Van Sandvliet en Wim de Vos. Van den Berg die valt terug en dan zien we daar de twee renners uit Baal, de dorpsgenoten, Volkaerts en Nys. En weer een valpartij van Richard Groenendaal. En weer op diezelfde plek. Ja, enfin, twee meter hoger, maar niet goed, niet goed, Richard. Ik heb het min of meer gezegd daar straks, dat hij waarschijnlijk gespannen naar die plaats rijdt. Vervekken is weg. Heeft 10 meter op Van Oppen. Nu dat bergje waar Van Oppen boven raakte daarnet. Vervekken probeert niet eens. Als hij genoeg voortmee heeft, kan Van Oppen misschien wel proberen. Kijken waar Van Oppen blijft. Ja, nee, ook van de fiets gegaan, Tom Van Oppen. Hier is Van Sandvliet, Wim de Vos. Hier is Richard Groenendaal. Hij zit nog in het wiel. Ja. Hier zien we het nog eens, wat een valpartij toch. Nu, vroeger stond daar nog prikkeldraad, die is gelukkig weg. We zijn juist al wedstrijd. Ja, we zijn aan de vijfde ronde bezig van de negen. En Sven Nys, luid aangemoedigd. Zal Sven Nys nog terugkomen bij de eerste? We herhalen even, dus Erwin Verwekken aan de leiding. Dan krijgen we Van Oppen en dan het drietal. Groenendaal, De Vos, Van Sandvliet. En dan in zesde positie Sven Nys. Nys die al twee keer zesde werd in Overijs. Ik durf het bijna niet zeggen, maar het ziet er naar uit dat we naar een hergroepering gaan. De cyclocross moet maar recht blijven. Men moet maar van de fiets stappen zoals Erwin doet. Als het niet gaat om recht te blijven, moet men van de fiets stappen en lopen. Ja, en wat gaat nu om in het hoofd van deze Erwin Verwekken? Want deze situatie heeft hij al zo dikwijls... Kijk wat Groenendaal probeert. Hij probeerde, hij zag dat het niet ging. Ja, nu houdt hij daar ook nog. Zijn de ploegmaat. Oeh, ik hoor het publiek nu, maar ja, dit is... maar hij heeft er niet om gedaan hoor. Hij heeft er niet om gedaan. Uiteraard niet. Hier komt Tony, ook ex-winnaar in Overijse, twee keer zelfs. Maar dat dateert intussen toch ook al van 8 tot 10 jaar geleden. En hier Sven Nys, heeft die pech. Sven Nys moet lopen, maar de materiaalpost is daar achter de hoek. Dat is geluk voor Sven Nys, geluk bij een ongeluk, laat ons zeggen, want hier is duidelijk iets aan de hand. En hij ziet er nog fris uit hoor, Erwin de Verwekken. Voor Erwin Verwekken. Dat is niet goed natuurlijk. Oh, fiets kwijt ook nog. Dit is zoals op het kampioenschap van België. Vorig jaar met Laremeersen. Ja, wie kwam hem toen voorbij? Sven Nys. En daar is Sven Nys. Arme Erwin Verwekken. Opnieuw. Positiewissel door een valpartij. Oh, prachtige groep. Hè. Weg die bril, zegt Groenendaal. En nu hop naar de finale. Net als de wereldkampioen Groenendaal hier. En Van Oppen vraagt zijn fiets. Dit ziet er niet goed uit. Ja, ze hebben het wel gezien hoor, Tom. Is lek gereden vooraan. Vooraan lek gereden. En dat stuurt natuurlijk niet goed. Niet goed. Gelukkig is hij op
zowat kiezelweg. Ja. En die kiezel is nog niet zo'n slechte plek. Maar hij was dus toch al boven lek gereden. Knap dat hij dan toch zo lang in het spoor is. Ik kan al bijna niet meer die bocht nemen naar die materiaalpost toe. En, dan zonne-wijs. En daar gaat Sven Nys. Ja, wat een buiteling van Sven Nys. Maar niks aan de hand. Kijk, wat een acrobaat. Meteen nog voordat hij beneden is, zit hij weer op de fiets. Ja. Sven Nys. Ketting erop. Hij probeert hem op te leggen naar één en dat lukt. Voilà. Dit zijn kampioenen. Kampioenen. Absoluut. Hier zien we het nog eens. Op de fiets springen en een ketting opleggen in minder dan 15 meter. Moet dat ik even kijken. Hij maakte eigenlijk een beetje de fout, mag ik niet zeggen. Want doe het maar eens. Bekijken. Hij had al één been los. Die in zijn wiel zit, is hem nog met moeite voorbij. Ja. Hij had al één been en nu los de ketting af. Kijk u maar, kijk. En hij trekt nu als een endeltje om dat naar rechts te krijgen. En hij krijgt ze juist mee voordat hij zijn snelheid volledig verliest. Als Grissard gisteren bezig gezien hebt, Grissard is gevallen. Ja, ik heb ook het gevoel dat hij daar uit de bocht ging. Of droom ik dan niet? Ik had ook het gevoel dat hij De cameraman is hem in ieder geval kwijt. Net een plek uit het beeld, ja. Hij is gevallen. Hij is bijgehaald hier door Vervecke en door Wim de Vos. En Vervecke valt ook nog eens. Hoe is dit nu toch mogelijk? Ja. Groenendaal is daar terug. Groenendaal weer naar de leiding. Voor wedstrijdontwikkelingen krijgen we hier in Park Mariendaal? En Vervecke moet lopen, maar hij kan dat met zijn lange benen, Erwin Vervecke. Ja. Iedereen hij doet voorbeeld met de lopen nu. Hij doet voorbeeld. En Sven Nys is ook terug, hoor. Dus, hoe zit de situatie? Groenendaal, Vervecke, Tom is ook terug. De Vos, Tom van Oppen, Sven Nys en wellicht Van Sandvliet, die zal ook niet ver zijn. 5-6 man nog aan de leiding op één ronde, van iets meer dan één ronde van het einde in deze Vlaamse druivenveldrit. Hier, Erwin Vervecke die in de aanval gaat. Erwin Vervecke probeert nu de andere los te rijden. En een valpartij, daar gaat hij weer. Daar is Tom Dit is al de derde valpartij van Richard Groenendaal. Ik zit het nog te zeggen en Tom wordt al gehinderd. Eén van deze drie wint deze druivenveldrit in Overijssel. En hier komen we naar de streep. We krijgen een spurt met Erwin Vervecke aan de leiding. Daar komt Van Loppen. Hier zie je Sven Nys in derde positie. Die moet bijschakelen. Die kijkt Tom. Sven Nys geeft op. Die wordt derde. Vervecke die Vervecke gaat het wel halen zeker. Vervecke altijd. Daar komt Van Loppen. Nee. Vervecke altijd. Tom van Loppen. En daar vierde plaats voor Wim de Vos. Heeft gestreden. Goed gestart. Teruggevallen, maar toch nog blijven vechten tot het einde. Wim de Vos. En hier de hijgende, maar overgelukkige Erwin Vervecke. Vervecke die goed meewerkt, die het gevaar ziet, die ziet achtervolgers terugkomen. Ja, ze rijden nu toch wel op een groot verzet daarop, hoor. Ja, Groenendaal die mij toch ook een goede indruk geeft. Ja. Het mag wel eens, we zouden het ook wel graag hebben. Richard Groenendaal, zo'n goede crosser en aan zo'n slecht seizoen bezig. Die speldeprik van Sven Nys heeft toch gevolgen gehad, want Groenendaal die heeft het toch een beetje moeilijk. Ja, ik sta mij in de plaats van morgen. Kijk eens, Groenendaal bijgehaald en voorbijgestoken. Hier de valpartij van Groenendaal ook nog. Was al net bijgehaald door de Knecht en de Vos. Kijk, boos. Dat is de schuld van hem. Met die bril, met die bril vol slijk. Hij ziet niet meer, Groenendaal. Zien we het nog eens, Erik? Ja. Het is inderdaad, we hebben dat daar net op het parcours ook gezien. Er ligt daar een drempel, maar die ligt daar voor iedereen. En je zag hoe Tom van Oppen eigenlijk heel professioneel zijn voorwiel opheft. Kijk een blazen, Richard Groenendaal. Dit is pijnlijk. Hij ziet af. Ik vrees dat we hem... Kijk eens. Natuurlijk, wat hij nu doet, mag hij niet doen, maar ik kan hem goed begrijpen. Waarom moeten de toeschouwers hem nu uitjouwen? Nee. Hij verdient dat natuurlijk niet. Hij doet zijn best. Dat is tragisch wat er nu gebeurt. De mensen achter de draad veilig in groep. Jongens, ik zal dat niet doen dat ik van u was. Ik zal hem proberen hem een keer zijn zaligheid te zeggen als je hem alleen ontmoet. Dat is dan op een andere manier. Hij verdient dat zeker niet. Dit is anti-sport. We begrijpen de mensen eigenlijk ook niet, hoor. Arne Dalman, en wij vragen nogmaals aan het publiek. Het was een goede rechter, maar kwam niet goed aan. De mensen weten niet dat Rissard daar zo tegen de grond gekwakt is, dat hij waarschijnlijk pijn heeft. Hij heeft zich waarschijnlijk bezeerd. Kijk eens, onze leider Vervecke wordt bijna bijgehaald door Mario de Klerk. En waar zijn de anderen intussen? Hier pas
Sven Nijs met Berde en Van Loppen en Van Sandvliet. En Wim de Vos. Ik heb de sportafgevaardigden daar iets horen roepen naar Richard Groendal. En zien bewegingen doen naar Richard Groendal. Ik geloof dat hij, als ik me niet vergis, gaat hij de wedstrijd moeten verlaten. Ja, een renner mag natuurlijk niet doen wat Richard Groendal gedaan heeft. Ja, zolang dat ze achter een draad blijven, hebben ze recht van... Ja, roepen mag natuurlijk, op het voetbal gebeurt het ook. Ja, hebben ze recht van spreken. Het hoort bij de sport een beetje intimidatie. Vernederen soms zelfs. Sportman moet zich daarover kunnen zetten. Kijk, hier Richard Groendal. Ja, en opnieuw roept daar UCI-commissaris Marien iets naar Groendal, maar onverstoord rijdt de Nederlander verder. Ja, zijn boete gaat zwaarder worden, hè? Als hij geen oor heeft aan de commissarissen. Ja, en je kan moeilijk zeggen dat hij geen Nederlands spreekt. Is dit hier een aanval van Mario de Klerk in de op 1 na laatste ronde? En laten we misschien even naar de aankomstlijn kijken. Nu zien we daar een Richard Groendal die eraan komt en stopt. Ja, en hij staat aan midden van de weg. Ja, Rijn Groenendaal staat erbij, zijn vader, zijn vriendin, daar is hij. Ja, hij is altijd boos, ontgoocheld. Kijk, hij wordt daar uitgejouwd opnieuw hier aan de aankomstlijn door het publiek. Onterecht. Maar aandacht terug voor deze twee mensen, want hier draait het toch wel om de overwinning in de zesde wouwtje van de Superprestige dit jaar. Keino Verwecken sprint nu in de berg af. En de Klerk neemt een aerodynamische houding aan. Ja, Verwekken niet. Ik denk dat hij gaat hij ook weer snel door de bocht. Ja. Maar kijk hem spurten, Verwekken. Dit is een spurtus inderdaad van 500 meter. Het wordt heel moeilijk. En de Klerk die ziet dat, hoor. De Klerk ziet dat en hij geeft zich een beetje gewonnen. Hij geeft zich gewoon. Proficiat Erwin Verwekken. De wereldkampioen wint hier in Diegem. De 20e uitgave van de Superprestige manche hier gaat naar wereldkampioen Erwin Verwekken. Het is zijn 7e overwinning van het jaar. Doet daarmee even goed als de Klerk. Of als de Amerikaan McCormack of de Brit Alexander. Hier is Mario de Klerk, tweede plaats, ontgoocheld, maar op zijn waarde geklopt. En op het stuk waar je normaal goed naar boven kunt fietsen, ja, kan ik daar door die lekke band niet rijden. En er wordt Groenendal uitgelachen, uitgescholden. En dat was op dat moment even de druppel die de emmer deed overlopen. Toen heb ik een toeschouwer aangevallen. Wat riepen ze dan? Ja, wat ze altijd roepen. Maar de stomme Hollander boe en weet ik het allemaal. Ik kan het allemaal niet zo snel verzinnen. Maar... Dat was even een heel foute reactie van mij natuurlijk. Dat mag niet gebeuren, maar het is gebeurd. Lorenzen gaat hij onmiddellijk uit koers. Nu hij heeft halsstarrig geweigerd om de wedstrijd te verlaten. We hebben hem aangemaand zonder resultaat. De voorlaatste ronde heeft de voorzitter van de jury met de Paillot uit Frankrijk de echtnoot van Richard aangesproken en gezegd hij moet absoluut uit koers, want er komen zware gevolgen. Is hij gestopt, ostentatief in het midden van de aankomstlijn. Logisch gevolg, declassering uit koers en de bijhorende boete. Nou, er is één toeschouwer, of er zijn een hoop Belgische toeschouwers geweest die mij hebben uitgescholden, maar er zijn ook een heleboel toeschouwers van mij die hier intree betalen en die willen mij zien rijden. En dan vind ik dat ze daar recht op hebben. Wat zal er nu gebeuren de komende crossen, denk je? Want als dit zo doorgaat? Nou, dat weet ik niet. En ik wil er ook niet om denken. Ik wil gewoon verder gaan eigenlijk en dit zo snel mogelijk vergeten. Het is helemaal fout geweest, het is uit de hand gelopen. En sorry aan de toeschouwer die ik geslagen heb. Alle spijt. Volgende koers weer opnieuw beginnen. Het publiek beleeft alleszins veel plezier op die plaatsen daar in die zandzone. En ik laat jou maar even praten, want ik ben mijn stem aan het verliezen, Mark. Ja, ik hoor het. De bel gaat. Sven Nijs hoeft niet om te kijken. De anderen die zijn nog helemaal niet in zicht. En hier is de winnaar, maar ik kan niks zeggen. Ja, het is Sven Nijs. De zoveelste zegen. Ik heb ze niet meer geteld. Ik kan het je wel zeggen. In de 20. Dus, ja, je zit even. 24. Even een probleem voor Filip. Een beetje verkoudheid. We gaan naar Sven Nijs. Denk ik om een interviewje. Ik denk dat er iemand bij staat. Ja, voilà. Ja, Sven Nijs. Tevreden met deze overwinning, denk ik. Ja, ik had... Meer tevreden dan met andere overwinningen? Ja, nou, wat ik heb meegemaakt is dat alleen maar om eigenlijk van te dromen en een paar keer serieus over nadenken wat ik nu weer allemaal geregeld heb. Want het is eigenlijk, ik heb er zelf geen woorden voor, het is redelijk straf. De cross zit erop, mijn stem is zo goed als weg. Mark, ik geef nog één keer het woord aan jou. We hebben een prachtige cross gezien. Ik denk dat we stilletjes kunnen afsluiten voor vandaag. Ik dank jou voor je deskundige uitleg, voor het overnemen op moeilijke momenten. Graag tot de volgende keer over 14 dagen dus.